Dames en heren, goedenavond. Dit is Café Weltschmerz. Mijn naam is Esther van Venema. Ik heb maanden gebid en gesmeekt en eindelijk is hij mijn gast vanavond. En daar ben ik heel blij mee. Welkom, Steve Brown. Dank je wel. Welkom nogmaals. Fijn dat je vanavond mijn gast wil zijn. Heel graag. We hebben heel veel te bespreken. Ik weet niet zo goed waar we moeten beginnen. Misschien kan je jezelf toch nog eens even voorstellen aan, aan de kijkers. Voor zover de Amsterdamse kijkers mij nog niet kennen. Ik ben tegenwoordig dus de underground presentator van de Stem van de Straat. Ik ben natuurlijk al jarenlang ben ik, de hoofdredacteur van Volksnieuws Amsterdam Noir. Veel mensen noemen mij zeg maar een crimineel. Vooral de mensen zeg maar uit de... uit de midden- of hogere klasse. Ik zelf vind het woord crimineel, ja, ik heb er niet zoveel problemen mee, maar ik vind mijzelf, als je me dan toch een crimineel wil noemen, noem ik mezelf liever een volksgangster. Want? Ik vind de kwalificatie volksgangster, vind ik op zich, heb ik daar geen probleem mee. Ik vind het eigenlijk wel een soort geuzennaam. Een soort Robin Hood? Nee, dat bedoel ik niet Robin Hood. Het zou te ver gaan als ik het over mezelf heb. Nee, een volksgangster, ik maak namelijk onderscheid tussen elite gangsters en volksgangsters. Daar komen we zo dadelijk uitgebreid op terug, want dat vind ik een belangrijk punt. Voor de uitzending zei je tegen mij, het is 10 jaar geleden dat iemand me uitnodigde om te komen vertellen over wie ik ben en wat me bezighoudt. Ja, hoe kan dat nou? Ja, jullie uitnodigden, je haalt het zelf aan, die verbaasde mij zeer. Ik word min of meer al minimaal 10 jaar geboycott, zal ik maar zeggen, door de mainstream media, dan wel de reguliere media, dan wel, ja, ik weet niet waar ik jullie moet onder kwalificeren. Ik heb begrepen dat jullie erg maatschappijkritisch zijn, dus jullie vallen niet echt onder die twee voorgaande categorieën. Maar ja, jullie behoren dan toch in mijn optiek, in mijn wereld, een beetje misschien tot de grachtengordel intellectuelen. Je gaat direct al schelden. Dus jij vindt het ook een scheldwoord? Nee, wij zijn nieuwe media. Oké, dus mijn excuus. Ik was niet bekend met jullie. Maar goed, vaststaat het, zeg maar, toen mijn boek Drugsbron in Spijkerbroek uitkwam, en dan praten we de jaren 90. Dat was gewoon een giga, mega bestseller. Maar in die periode van mijn leven, en dat boek is een soort van ja, voorloper zeg maar, van de Holleder-raasjes en de Cor van Hout-raasjes. Ik noem dat maar de mediaboeven. Toen stond echt werkelijk waar de telefoon rood gloeiend. Iedereen belde me op van zowel de sensatiemedia, de commerciële media, SBS, RTL, tot en met de serieuze media, zowel de geschreven pers als de televisies, Panorama, Nieuwe Revue. Ik kreeg bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te noemen van RTL, die betaalde mij 15.000 gulden als ik meewerkte aan een soort drieluikje. Dus dat heb ik 3 keer gedaan. Panorama betaalde mij 5.000 gulden. Maar toen was de insteek van de media, en dat herken ik nog, van de zogenaamd, zeg maar, de spectaculaire, avontuurlijke volkscrimineel, volksgangster, smullen dus, veel kijkcijfers, veel verkoop van kranten enzovoort. En op een gegeven moment heb ik een switch gemaakt. Dat is een aantal jaren geduurd. En nu hou ik me veel meer bezig. Ik heb afstand genomen van dat, zeg maar, perceptie van mij. En van die crimineel gangster perceptie bedoel je dat? Ja, ik ben in 91 is een goede vriend van mij op een vreselijke manier vermoord, Tony IJsseldoorn. Die is met 8 kogels om het leven gebracht door Martin Hoogland. En ik heb het autopsierapport gelezen. Want ik heb daar zelf voor in echt. We gaan te hard, okay. We gaan te snel. Ik wil even terug naar dat boek Crimineel in Spijkerbroek. Drugsbron in Spijkerbroek. Is dat boek, voor de mensen die het niet gelezen hebben, even kort samen te vatten? Nou ja, het beschrijft een beetje in mijn leven. Dat ik opgegroeid ben in de volksbuurt te Pijp. En hoe ik eigenlijk verzeild ben geraakt in de zogenaamde volkscriminaliteit, noem ik dat. Maar daarna ben ik eigenlijk het merendeel van mijn criminele carrière, zoals u wil. Ben ik terechtgekomen in wat ik dan noem in een ander boek wat ik geschreven heb. Dat heet Steve Brown in Gangster's Paradise. Ben ik dus de hele derde wereld rondgereisd. India, Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Libanon, Marokko. Zeg maar alle landen waar geestverruimende middelen
gekweekt worden geoogst. En toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking in al die reizen, ik heb ontiegelijk veel gereisd in een bepaalde periode, dat de mensen, de echte drugshandelaren dus, hè, de grote jongens, de echte grote jongens, ja, die staan boven de wet. Dus dat heeft mij toen hoogelijk verbaasd. Ja, het is, je kan met mij vandaag in een vliegtuig stappen en dan vliegen wij nu vandaag naar Afghanistan of naar Pakistan of naar India. En dan kan je zien wat ik jou hier vertel, dat dat nog steeds zo is. Maar hoezo verbaasde je dat? Want nou, je komt uit dat circuit. Maar ik kwam natuurlijk uit Nederland, waar men nog jaagt op de grote drugshandelaren en kleine gebruikers. En dan kwam ik dus in de derde wereld en dan zag ik, dus de producenten, laat ik het zo maar zeggen, zijn gewoon parlementslid, gouverneur, generaal. En dat zijn die elite gangsters die je zo noemt. Juist, die zijn dus boven de wet, maar die zijn ook gewoon bekend bij de DA. En die zijn ook bekend bij de AIVD. We komen er zo dadelijk nog verder op terug. Ik wil nog even weten, want dat boek, Drugsbaron in Spijkerbroek, dat beschrijft waarom je bent geworden wie je bent. Juist. Hoe is dat gegaan dan? Wat is jouw weg geweest? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Als je dus opgroeit in een volksbuurt, zeker in die tijd toen ik erin opgroeide. Welke tijd spreken we dan over? Jaren 50, 60. Ja. Daar heersten eigen wetten en regels. Snap je? Kijk, in een volksbuurt, zeker in die tijd, maar ik denk nog wel, je kan het een beetje vergelijken met in Amerika met de ghetto's, in Frankrijk met de voorsteden, de banlieues van Parijs. Je had dus vier mogelijkheden in je carrière. Dat was dus of in de sport, of je werd of je zanger. Of je kon arbeider worden, zwaar onderbetaald in die tijd. Of in de criminaliteit. Jij hebt dat laatste gekozen. Nou, je kiest er niet voor. Het loopt zoals het loopt. Kijk, in de pijp, waar ik dus opgroeide, ik noem maar een voorbeeld, was vechten met elkaar, vechten, is een strafbaar feit. Buiten een volksbuurt. Dat was toen zo, maar nog zo. Maar in onze buurt was vechten een manier van communiceren. Niks bijzonders. We werden elke dag gevochten. En ik gaf jou een klap voor je kanus, of jij mij. En daarna zaten we samen aan de bar. Het was een manier. Dus maar volgens het wetboek van strafrecht is het zware mishandeling. Nou, dat is een voorbeeld. Dus dat is eigenlijk al voor de buitenwereld, de middelen en de hoge klasse, als die daarnaar kijken, naar dat gedrag, afwijkend gedrag, is daar sprake van een strafbaar feit. Maar zoals je opgroeit, dus als kind, nou, dat is één voorbeeld. Is het niet strafbaar? Is het eigenlijk gangbaar gedrag? Nou, het kopen van gestolen goed is heel normaal als in mijn buurt ik opgroeide. Het inbreken buiten je buurt, let op, was buiten de buurt. Het liefst zeg maar bij de Herengracht in de kantoren. Het was een soort van standaard gedrag naar een bepaalde leeftijd. 14, 15 jaar ging iedereen inbreken. Als mensen dit horen, dan moeten ze natuurlijk wel een beetje achter hun oren krabben dat 25% van de jongeren in de pijp op die manier. Nee, in die tijd, waar ik op praat, 100% was het gedrag wat ik beschrijf, dat deed min of meer iedereen. Maar waarom ben je niet gaan boksen of gaan zingen? Heb ik ook gedaan. Ik heb gebokst. Zingen, ik heb geen goede stem en ik was niet goed in sport. Maar ik heb toevallig wel gebokst, want dat deed ook iedereen in die buurt. Dat hoorde bij je bij het opgroeien. Dus het was een soort gesloten gemeenschap. Echt heel gesloten. Men kwam ook niet buiten de buurt, kun je je voorstellen, in die tijd. Mensen uit de pijp gingen niet naar Oost. En mensen uit Oost kwamen niet in de pijp. En Noord, enzovoort. Sterker nog, als je dus als pijpbewoner naar Oost ging in een café, dan draaide dat 9 van de 10 keer uit op vechten. Want dan kwam je op hun territorie. Dus in die zin, als je 14 jaar was, 15 jaar, dan was bijna iedereen wel met politie in aanraking geweest. Dat hoorde er ook bij. Nou, ik praat even in het verleden, 14, 15 jaar. Daar gingen een aantal jongens op de grote vaart, moet je je voorstellen. Heb je van het begrip gehoord? Onder de gage of als ketelbinkje. Dus die gingen al met hun 14e als matroos voor 8 maanden weg. Of een jaar. Kwam pas na een jaar terug. Wilde vaart bestond vroeger. En wilde vaart hield in dat je op een boot ging. Je monsterde aan. Mm-hmm. Die dus niet een vaste eindbestemming had. Die pikte vrachtjes onderweg. Maar Steve, hoe is dat jou dan vergaan? Vanaf die jeugd in de pijp tot het punt dat je dan, mag ik het zeggen, officieel crimineel bent? Nou ja, jij mag het zeggen, maar ik beschouw mezelf geen crimineel. Hoe zie jij dat zelf? Nou, kijk, crimineel zijn wordt bepaald door het positief recht in Nederland. Nu praat ik even als jurist, want ik heb rechten gestudeerd. Positief recht wil niet meer zeggen dan het geschreven recht. Nou, hoe is het positief recht in Nederland ontstaan? Even kort.
En het is al niet exact juist, want ik doe het even uit mijn hoofd. Rond de 17e, 18e eeuw heeft de elite het eerste wetboek van strafrecht samengesteld. Daarna is het herschreven door Napoleon, de Pinot-Cornel of zoiets, ik ben het vergeten. Pinot-Cornel, ja, de Franse naam. Napoleon heeft eigenlijk het eerste echte wetboek in Nederland geïntroduceerd. Nou, geef ik je een voorbeeldje. De elite heeft dus die wetboeken geschreven toen de tijd. De adel, de koning. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de afwijkende gedragingen van het plebs, van het gewone volk. Dus dan had je het over het stelen van een brood, het zich hoereren, pooierschap, openbare dronkenschap, inbreken. Dat zijn volks... handelingen. Ja, die het volk zich misdraagt. Eigenlijk het is afwijkend gedrag, deviant gedrag. Dat hebben ze dus ondergebracht in het wetboek van strafrecht. Dat is nog steeds het huidige wetboek van strafrecht. Even uit mijn hoofd, komt nog uit 1861 of zo. Dus, dat is, het beslaat maar 460 artikelen. Ga ik zeggen waarom maar. Dat zijn allemaal gedragingen in principe die de laagste klasse zich schuldig aan maakt. Op grond van zijn economische klasse. Nou krijg je daarnaast, ik heb rechten gestudeerd, heb je naast het wetboek voor strafrecht, heb je nog 9 andere boeken. Wist je dat? 9. Je hebt het erfrecht, het privaatrecht. Die hebben bij elkaar iets van 10.000 artikelen. Eigendomsrecht. Nou, dat zijn dus artikelen die ze geschreven hebben. De hoogste klasse heeft dat gemaakt. Voor afwijkend gedrag van de hoogste klasse. Laat ik me een voorbeeld geven. Ik ben een baron en mijn buurman is graaf. En wij hebben een meningsverschil over 10 lijfeigenen. Die zijn van mij en die zijn van jou. Of een stuk grond. Of een VOC-boot die wel of niet binnengekomen is. Nou, er heeft bijvoorbeeld de een heeft wat gestolen van de ander. Maar hier hebben we het wel over de adel. De koninklijke familie, de adel. En ik heb dat zelf. Ik ben van de adel. Ik ga schrijven, wat gaan we daar voor straf op zetten? Ja, dat ga ik echt niet zetten. Zoals in de middeleeuwen of in de 18e eeuw. Hand afhakken, lijfstraffen, vieren delen, ophangen. Dat is voor de laagste klasse. Nu moet ik het voor mezelf schrijven. Dit is gewoon feitelijk zo gegaan. Dus dat is geregeld in het zogenaamde civielrecht. Heren onder elkaar. Dus als daar iets gebeurt wat niet daglicht kan verdragen, dan staan daar andere sancties op. Dan moet het... Maar Steve, dan lijkt het bijna, maar misschien begrijp ik je niet goed, dan lijkt het bijna dat je zegt van nou, dat crimineel zijn, dat is iets heel relatiefs en dat hangt ervan af of je dat onder het civielrecht of onder het strafrecht definieert. Ja. Nou, dat is er natuurlijk ook. Ik ga verder met je. Geef je een voorbeeld. Neem nou Holleder. Daar moesten we het toch over hebben. Nou, voor mij niet, maar dat is voor, voor het bredere publiek. De bekendste crimineel, het monster. Nou, ben je jaloers op hem? Op zijn bekendheid? Nee, totaal niet. Ik heb met hem te doen. Hij is het slachtoffer van het systeem. Het is nooit mijn vriend geweest. Integendeel, ik heb altijd op gespannen voet met hem gestaan. Om de dingen die hij gedaan heeft, daar walgden wij van. Van onze groep. Maar goed, dat dagen later. Nee, kijk. Je hebt met hem te doen? Ja, natuurlijk. Hij is het slachtoffer van het systeem. Kijk, ik wou even mijn punt maken. Jij zegt, wil je soms zeggen dat het niet crimineel is? Nou, het is natuurlijk wel crimineel als je iemand zijn hersens inslaat, als je iemand afperst. Maar als je het dus in het brede verband plaatst van Hobbes, als je gaat naar de filosofen en nog een paar theorie van het maatschappelijk nut. De schade die Holleder heeft veroorzaakt aan de maatschappij is nagenoeg niets. Bijna niets als je dat bijvoorbeeld neerzet naast een multinational die zoals Esso of Shell, die even in Amerika of in Alaska de kust vervuilt met miljarden schade. Enzovoort, enzovoort. Ik kan daar zoveel voorbeelden van geven. Ja, maar dan zeg je eigenlijk wat je... Maar dat staat dan in het civielrecht. Snap je dat verschil? Ja. Als Holleder, Ernstra, stel dat hij het gedaan heeft, 70 miljoen afperst. Nou, daar heb eigenlijk helemaal niemand last van. Nee, dat is onder elkaar. Maatschappij gesproken, feitelijk, objectief. Wat voor straf zou er op moeten staan als we dus vanuit gaan van het maatschappelijk nut? Zeggen, nou, dan niks, want dat zoeken ze maar uit. Maar die Esso, die weet ik veel wat hele stranden en milieus heeft vernietigd, feitelijk, die krijgt totaal geen straf. Nee, omdat het in een ander boek staat. Dat is wat ik aan wil geven. Ja. En daar kan ik duizenden voorbeelden van geven. De bankiers, die miljarden hebben gestolen. De kranten staan bol van zorgbestuurders die de boel hebben gefraudeerd. De boel opgelicht. Valt onder het civielrecht. Ja, het is op een gegeven moment een keuze die je maakt. Ja, ik snap je punt, ik snap je punt. Snap je dus is dat ook de reden misschien dat het establishment of de gewone media
jou wat minder graag... Ja, uiteraard. Ik kaart dus wat ik nu stel. Ik heb een boodschap waarvan eigenlijk ook de elite en de intelligentia weet dat het waar is. Maar dat is een taboe. Kijk, neem het Koningshuis. Het Koningshuis, ik noem hem altijd Graai King Willem, tax-free. Laat ik één voorbeeld geven. Er is een klein relletje geweest, nog niet zo lang geleden in de Tweede Kamer. Dat zijn dochter, ja, ik gun het er van harte, prinses Amalia, gaat per dag krijgen, tax-free vanaf haar 18e, 4000 euro per dag. Dat kunnen we als we willen, in een positief recht, we gaan een wet schrijven, kan ik strafbaar stellen. Dat is crimineel. Mm-hmm. Ik vind dat maatschappelijk maar dan, crimineel. Dan hanteer je de definitie dat criminaliteit wordt bepaald door de mate van schade aan de maatschappij. Dat zeg is het toch ook? Ja, maar dat zeggen ze zelf ook. Dat is de mop. De maatschappij eist genoegdoening, want je hebt de maatschappij schade berokkend. Heb jij in het verleden de maatschappij schade berokkend zelf? De maatschappij... Nou, toen ik in mijn avontuurlijke zogenaamde kruimel, noem ik het maar, kruimel volkscriminaliteit. Volgens de Fiat hadden we trouwens een omzet van 50 miljoen per jaar. Fiat, hè? In de happy family tijd. Bruto. Maar als je het in het brede verband zit met multinationals. Ik las toevallig vandaag ergens met het witwassen en het belasting ontduiken. Dat alleen al de Amerikaanse firma's. 1,4 triljoen, het is niet te bevatten, 1,4 triljoen hebben ze offshore staan. Nou, dat is zoveel geld. Dan hebben we dus vandaag die, ik kotste van die zoveelste hypocriete Giro 5-5-actie. Maar al die waarvoor was het ook alweer? Ja, voor Sudan en het horen van Afrika, vreselijk. Maar de zoveelste 5-5-Giro-actie, met natuurlijk weer al de BN-hoeren een dagje huilen... Waar iedereen van weet dat het ze geen reet interesseert. Want ze doen alles, ze verkopen hun eigen moeder. Maar waarom interesseert het jou dan wel? Komt jouw maatschappelijke betrokkenheid? Onrecht. Ik zie gewoon, dat heb ik mijn hele leven trouwens al gezien. Ook, dat is natuurlijk ook een keuze op een gegeven moment. Dat je je niet neerlegt bij de status quo. Dan ben je ook crimineel. Dat je je verzet tegen dus systemen die gewoon per definitie de één... op een miljoen kilometer voorsprong zetten ten opzichte van de ander. Ik wou even terug op het Koningshuis. Kijk, het Koningshuis is ook een taboe. Koningshuis wordt neergezet, de redder des vaderlands. Maar feitelijk, zie je familie dus gewoon feitelijk niet mijn mening. Maar de feiten. Het is een van de meest walgelijke misdadige families. En waarom noem je ze misdadig? Ja, misdadig. Ze zijn de grondleggers van de VOC. Koning Willem I Koopman. Slavenhandel, specerijen. Oorlog, Prins Bernhard, Lockheed-affaire, enzovoort. Het is haast niet op te tellen. Dus feitelijk, zou je kunnen stellen, is dat wellicht de meest succesvolle criminele familie van Nederland. Maar het positieve... Ook niet een boodschap waar iedereen op zit te wachten. Nee, precies, want nee. Het is natuurlijk het symbool, vergis je nou niet, het Koningshuis dient een doel, volgens mij. Het symbool van de ongelijkheid bij geboorte. Dus ik kom terug op prinses Amalia, de waanzin in de 21ste eeuw vandaag de dag, dat een meisje, het kind kan er niks aan doen hoor, die overigens uit een ultrarijke familie komt, want ze bezitten 25% van de Shell, zoals je wellicht weet, en op grond daarvan zou je kunnen redeneren volgens het natuurrecht dat ze al crimineel zijn, de ellende die Shell in Nigeria aanricht, milieuvervuiling, doden en vul maar in, ga zo maar door, de bommen die gegooid worden op Syrië, het gaat natuurlijk ook alleen maar om de olie. In het Midden-Oosten. Maar goed, zij krijgt dus met haar 18e 4000 euro. Toen daar vragen over gesteld werden in de Tweede Kamer, met name door Emiel Rümer van de SP, toen werd hij zowat door Rutte uitgescholden voor een ordinaire populist, waar hij de moed vandaan had om hier iets over te zeggen. Nou, het is een grof onrecht. Maar waar is bij jou die omslag gekomen van... zoals je het beschrijft, bijna een soort romantische volkscrimineel? Nee, ik zeg niet dat het romantisch is, het is bikkelhard. Nee, maar ik... Zo noem ik het even. Al mijn vrienden zijn vermoord. Dus er is niks romantisch aan. Maar de term volkscrimineel klinkt voor mij wel... Ja, maar dat leg jij erin. Hoe zie je het zelf? Nou, ik noem het naast volkscrimineel, noem ik het ook criminele chemielen. Want het wordt, juist zoals jij zegt, het wordt romantisch in die pulpmedia naar voren gebracht. Maar de werkelijkheid van die wereld is een verschrikkelijke doffe ellende. Van mensen die... Ja, die het niet redden. Ja. Kijk, en waarom hoe heb jij het wel gered? Nou, dat is ook toeval, want ik heb een kogel in mijn leven gehad, zoals je wellicht weet. En een kogel door mijn arm.
En ik heb ook 3 maanden in voorarrest gezeten, onschuldig trouwens, als verdachte van 2 moorden. En lid van de criminele organisatie van Jotsik, dat zeg jij natuurlijk niks. Nee. Maar dat was de baas der bazen, zeker op het geweld. Dat is de Joegoslavische, de koning van Amsterdam. Dat scheet iedereen voor in zijn fucking broek. Dus dat was mij te lastig gelegd. Nou, toen kwam ik in die bias, sinds jaren, ik had jaren niet meer gezeten, zo wat op leeftijd, in Rotterdam, zal het nooit vergeten, Overschie. En toen keek ik dat eens aan, dat is ook zo'n leuk verhaal. En ik zag daar eigenlijk, ik heb met alle beperkingen gezeten, dus ik had geen contact, maar ik mocht een uurtje eruit. Ik was een model gevangen, hè, want ik heb nooit gepraat met bewakers, nooit gevraagd om maatschappelijk werk. En ik heb net gedaan of ik er niet was. Juist doe ik dat. Dat ze mij niet hebben, geestelijk. Maar in ieder geval, ik zag daar al gauw. Ik mocht ook bijvoorbeeld bezoek hebben. Na 6 weken wilde ik ook niet. Ik wil niet te vernederen dat mijn vrouw en kinderen door dat poortje moeten. Dus ik denk, geen bezoek. Maar ik constateerde daar op een gegeven moment, ik zag dat ongeveer 80% van de gevangenen die daar zitten, schmielen zijn. Met 1 tand, halve junken, alcoholist. Zwak begaafd of zo. Ja, letterlijk. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik tegen die bewaker, en s'avonds een gil, moeten ze allemaal naar boven. Een grote trolley, elke dag, weet je, een trolley met, nou ja, je bent psychiater, met van die tranquilizers. Dus ik denk, ik zit hier eigenlijk in een inrichting, snap je? Dus dat zijn dan de criminelen. Op de krant al crimineel, gevaarlijk, in de gevangenis. Nou, dus ik kijk dat, ik zeg tegen die bewaker, ik zeg, sorry hoor, ik zit hier nou een paar maanden. Ik heb het dus hier aangekeken. Maar ik zeg, het gros wat hier zit, hoort in een inrichting. Een psychiatrisch, die zijn psychisch gestoord. Zijn stumpers. Hij zegt, ja, daar heb je gelijk in. Dus dat wordt dan label crimineel. Dan gaan dan de gevangenis in. Dat zijn gewoon 3 keer in de kantine ingebroken. Weet je. Een oud vrouwtje beroofd. Allemaal walgelijk. Maar als je de achtergrond van die, ik heb ze gezien. Ik ben het met je eens. Een tattoetje hier. Knettergek. Geen geld voor sigaretten. Ze hebben geen geld voor sigaretten, de gangsters daar. Dus 10% zou je kunnen zeggen is bewust crimineel. Nou, daar hoorde ik bij. Die denkt erover na. En wat de rest wat er zit, hoort echt letterlijk, hoort echt niet in de gevangenis. Want het gaat er in en uit. En waarom? Omdat ze psychisch niet in orde zijn. Dus dat is ook iets heel typisch. Want alle bewakers weten het. Hun bazen weten het. En de bovenste rang. Maar het systeem gaat maar door. Al wij als psychiaters weten het ook. Ja, natuurlijk. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik kwam daar uit. Ik moest daar nog een denk belachen. Dus ik kwam door zo'n systeem gaaien. En dan moest ik maandag bij de dokter komen. Dus ik zit in die dokter aan het leven. Ik op de pillenbrug zat van de Zeedijk. Ja, springelde junken. Maar goed, wat wij ook leren als psychiater. Nee, maar ik wou zeggen, weet je wat, die dokter is een helemaal versufte man. Die collega van jou, die moet ik overwerk, onderbetaald daar. Dus ja, nou, wat wil je hebben? Ik zeg, nee, ik hoef niks. Huh? Dus dat je geen tranquilizer wil hebben, dan ben je een uitzondering. Nou, daar hoor je natuurlijk niks over in de media. Wat wij wel leren als psychiaters is dat mensen die crimineel zijn, maar daar ben ik wel even benieuwd hoe jij daar zelf over denkt, dat die toch wel ergens aan lijden. En dat is een gestoorde gewetensfunctie. Moeite om zich te verplaatsen in anderen. Hè? De antisociale. Zoals de bankiers. Ja, de criminelen en directeuren en politici. Die Koninklijk leren Huis. Wij. Ja, de Koninklijk Huis. Zonder meer. Dus de king. Maar king van de psychopaten. De antisociale persoonlijkheid. Ja, nou, je kent het boek De Snake in Stoets. De Amerikaanse psycholoog geschreven. Nee, kijk eens, google het maar. Snake in Stoets. Dus die geeft er een beschrijving van dat het psychopaten in pak zijn. Nee, ik ben het met je eens. Maar ben jij antisociaal wat dat betreft? Misschien ben ik een uitzondering. Je zegt het niet over jezelf. Nee, ik ben, laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo antwoord geven. Voor mij en de mijne ben ik sociaal. Een stampgedrag. Ik heb een gezegde. Als ik vroeger mijn huis ging, toen ik nog in de onderwereld zat. Woonden wij in de Michelangelo-straat. Ik weet niet of je het kent, die buurt, bij het Hilton Hotel. Prachtig beneden, butler, alles hadden we. 7 dagen in de week kok. Dus dat ging wel goed allemaal. Maar als ik de deur uitging, dan had ik gezegd, daar lag mijn eer aan de andere kant van de deur. Dus bij mijn familie. Voor de rest scheidt er niet. In die zin ben je natuurlijk asociaal. Dus je gaat natuurlijk wel tot op zekere hoogte overlijken. Maar dat is natuurlijk wat je in de maffia films en boeken ook tegenkomt. Exact, hè? Dat zei ik ook net. Het lijkt zo rooskleurig. Maar ken je de film Goodfellas? Ja. Die ken je? Ja. Nou, dat is de onderwereld. Dus er is niks romantisch aan. Als het echt om veel geld gaat, ja, dan is alles geoorloofd. Zogenaamd. Maar jouw geschiedenis die begint in de pijp. En dan zeg je van daar was een bepaald soort gedrag. Dat hoorde erbij, dat was je gewend. Dan kom je in de criminaliteit terecht. Stap voor stap. Stap voor stap. Mis ik dan nog iets of is dat de lijn?
Nee, dat is de lijn, ja. En dan is er een omslag. En dan zit ik nu aan tafel met een Steve Brown die verschrikkelijk maatschappelijk betrokken is en bewogen en verontwaardigd is over heel veel hypocrisie. Wat is er gebeurd dan? Nou ja, noem het maatschappelijk bewust worden. Maar, het heeft maar hoe dan? Hoe is dat gekomen? Ja, daar kan ik je geen antwoord op geven. Ja, sommige mensen die worden door God aangeraakt of oh, zo. Oh nee. Ik geloof niet in God. Maar dat is best een omslag geweest dan. Nou, het heeft natuurlijk altijd bij mij ingezeten. Het klinkt een beetje raar, maar we hebben de Happy Family gehad. Misschien moet je dat heel even uitleggen. Nou ja, Happy Family was een stichting met 6 vestigingen, met 10.000 leden. Met een omzet volgens de Fiat van 50 miljoen per jaar. En we hadden 200 man in dienst. En we hadden een zwart salaris betaald erbij per week uit 200.000 gulden per week. En het beleid van de Happy Family was als volgt, ook mede daardoor zo succesvol. Wij gaven dus gratis eten, elke dag. Iedereen kon gratis eten. Wij gaven de hele dag door gratis koffie en thee. Wij verzorgden mensen die geen huis hadden, gaven wij huisvesting. Ze gingen gratis op vakantie. Ja, dan heb ik het over Ibiza en Mallorca. Werd allemaal betaald. Scholing hebben we voor ze geregeld, gratis. HBO, MBO. Ik kwam laatst nog een paar jongens tegen die via ons advocaat zijn geworden. Dus daar was ik heel trots op. Ja. Ik zeg, hé, wat doe jij? Ik ben advocaat, via jullie nog. Ja. Dus we hadden wel een soort, wel zeg maar stamgedrag. Was je lid van de Happy Family, dan werd er voor je gezorgd. Snap je? Dus ja. In die zin, ik kan zeggen, ja, maar je verdiende zoveel, klopt. Maar wij waren natuurlijk niet de enige die zoveel verdienden. Want anderen, zoals de Bulldog en noem er nog een aantal, in die periode waren er namelijk geen 500 coffeeshops. Je moet het terugplaatsen in die tijd, jaren 70, 80. Maar een stuk of 10. Het was ook nog een tijd illegaal. Dus we hadden mega, mega, mega omzet. Het was niet aan te dragen, het geld. Dat kun je je niet voorstellen. Maar wij deden dat dan wel. Paardrijden iedere week, gratis. Skelteren, met 100 man hoor, 200 man. Eigenlijk als het gaat om een soort stamvader, ben jij heel zorgzaam, als ik het goed begrijp. Nou ja, zorgzaam. Ze zeggen ook in de pijp. Weet je wat ze in de pijp zeiden over mensen die goed voor anderen waren? Dat vind ik altijd wel grappig. Oud gezegde uit de pijp. Van de oude volkswiet. Daar zeiden ze over iemand, hij heeft een goed hart. Hij moet het gekookt op zijn rug hangen. Dus, snap je? Ja. Dat vond ik wel grappig. Dus, Steve, maar we zitten hier ook om over het hier en nu te praten. En je hebt Amsterdam Noir. Dat is een internetsite waar je... Groot verdriet van de elite gangsters. Ja, daar wil ik het dus even over hebben. Amsterdam Noir is een site waar jij heel bevlogen je druk en maakt en je afzet en ook aanklaagt wat er misgaat in de maatschappij. En als ik het mag samenvatten, gaat het vooral over hypocrisie. Onder andere. Maar ook ongelijkheid. Nee, maar ook gewoon over ongelijkheid en veel taboes. Zoals? Nou, taboes wat ik net zeg, dingen die niet benoemd worden. Hè? Zoals vaste structuren, het Koningshuis, bijvoorbeeld de zaak Demmink. Vul maar in. Er zijn zoveel toch wel heilige huisjes nog in Nederland. De partijkartellen. En als je kijkt naar de gevestigde ordepartijen in Den Haag. Ja, wat is er nou eigenlijk? Kijk, het begrip links en rechts. Hè, in de politiek. In mijn optie bestaat dat niet meer. Links en rechts bestaat niet meer. Links en rechtse partijen, het loopt allemaal door elkaar heen. Dat was jaren, zeg maar, de arbeidersstrijd, jaren 30, 20, de SDAP, de havenarbeiders, de communisten. Die trokken ten strijde voor het belang van de arbeider. Jan met de pet. Dat is nu zo ingekapseld in mijn belevenis. Dat, ik noem het dus ook GroenLinks, ja, zogenaamd Groen. Ja, die gaat dus zo met de VVD aan tafel. Ondenkbaar in de jaren 30. Nou, dus... Het systeem staat wat mij betreft... Ik heb 50 miljoen mensen officieel leven onder de armoedegrenzen. Wist je dat? In Europa. Dat is gewoon het cijfer. En men roept maar, het is een succes. Dus er zijn zoveel... Soms denk ik wel eens aan de film, moet ik altijd denken. Ik weet niet of je die kent. De Untergang, die Duitse film. Dat ze in die bunker zitten in Berlijn. En dat eigenlijk de tanks al over hun heen rijden. Ja. Dat ze feest vieren en nog net doen of er niks aan de hand is. Heb je het gevoel dat we daar ook ongeveer op af... Ja, volgens mij wel. Ik heb het idee dat de schijnbaar... Kijk, neem nou natuurlijk zo'n... De Trump is gekozen. Nou, die noem ik van huis uit. Voordat hij gekozen werd, heet hij bij ons op Amsterdam Noir Mad Dog Trump. Maar Mad Dog Trump, die moest het dus opnemen tegen Crooked Hillary. Dus ik noemde dat ook al meteen de freakverkiezingen. Dus
Hoe is het nou in godesnaam mogelijk? Want Amerika, neem maar Bernie Sanders, daar was ik een grote fan van. Die hebben ze weggedaan. En zijn er nog veel meer mensen. Dus uitgerekend deze twee in en in corrupte, op het waanzinnige af. Want die Hillary Clinton is natuurlijk een volle oorlogsmisdadiger, volgens mij. Daar kon het Amerikaanse volk uit kiezen. Nou ja, ik heb jaren in Amerika gewoond. Dan heb je de forgotten people, oftewel de flyover people. Wij hebben het ook nog nooit gewoond. We woonden ook of bij Philadelphia of bij San Francisco. We hebben top. Maar daartussenin zitten mensen die niet te vreten hebben. Dus die hebben uit nijd, hebben ze natuurlijk gewoon die Mad Dog gekozen. Dus dat systeem, ja, dat kan geen stand houden. De losers van de globalisering worden ze ook wel genoemd, hè? Nou, ik noem ze de slachtoffers. Ja. Dat is nou precies wat ik bedoel. Die worden de losers genoemd. Maar deze mensen zijn natuurlijk totaal kansloos. Ja. Je moet eigenlijk bijna geboren worden. Hè? Mijn kinderen, ik weet niet, jouw kinderen, die gingen naar de Willem Parkschool. Ken je het wel, naast het Hilton? Nou, dan moet je zo ongeveer een moord verplegen om op te komen. Ja, letterlijk. Het is de grootste. Ja, maar dan is jouw netwerk al bij 4 jaar. Het gaat ook om je netwerk. Het is niet alleen heb je stel. Steve, dat is de situatie al nou nu. Siep Winia, columnist bij Elsevier, die heeft het een lobbycratie genoemd waar we in leven. Ja, die leven. Heb ik gezien. Ik heb die uitzending gezien. Ja. Met Erik de Vlieger. Ja, die vond ik een van de beste uitzendingen. Ik zal doorgeven. Hem zelf vind ik niks hoor. Niet hier van Peter Vlieger wel, maar die andere. Maar hij blijft natuurlijk een Elsevier-journalist. Nou ja, maar goed, hij legt wel zijn vinger op de zere plekken, lobbycratie. Dat is ook wat ik bedoel. Dat is volgens mij in lijn met jouw gedachtegoed. Klopt. Maar wat kan je eraan doen? Wat moet er veranderen? Ik bedoel, de meeste mensen halen hun schouders op. Nou, dat denk ik niet eens. Nee, de meeste mensen die zijn zo murf. Kijk, ja, laat zijn murf. Ja, moet je horen. Ik help veel mensen over. Want het zit gewoon dat wel in mijn aard. Vooral kennissen, stamgedrag weer. Als ze problemen met hun uitkering, maak ik een bezwaarschrift. Ik help ze als ze genaaid worden door de huisvesting, dan help ik ze. Dat kan ik niet laten. Dat heb ik altijd gedaan. Ook omdat ik ook het systeem aan wil pakken. Maar je moet je voorstellen dat als jij werkloos bent, amper opgeleid, en je zit driehoog achter met een uitkering waar allemaal beslagen op liggen en deurwaarders aanbellen, ja, dan ben je zo murf als mens dat je niet meer voor jezelf op kan komen. Dus daar kan ik kwaad over worden. Ja. Want het is in Nederland zo sluw in elkaar. Dit is namelijk, je moet zelf je recht gaan halen. Dat beetje recht wat je hebt. Er staat bijvoorbeeld, u hebt recht op een uitkering. Ik noem maar wat. Maar als jij het niet volgens de juiste procedure aanvraagt, krijg je kaka. Want dan heb je weer een foutje gemaakt. Dat wordt dus verlangd van mensen met 1 tand. 10 jaar murf. Maar die zitten elke dag met een fles Little Beer als ze de kans krijgen. Van ellende hoor, niet van plezier. Naar die tv te staren. Dan krijgen ze de Voice of Holland in een mik. Waar je ook helemaal knettergek van wordt. Ben je niet de enige, denk ik. Pardon? Er zijn meer mensen die daar gek van worden. Ja, dat is, de Pulp TV wil ik niet eens meer over hebben. Dat is gewoon schadelijk aan je hersens. Van die John de Mol maffia baas. Maar ik bedoel, dus dat soort mensen die zijn kansloos. In ons systeem. Echt. Nou ja, Jette Kleinsma erbij. De participatiewet. Ja, dat zijn allemaal mantra's natuurlijk. Dat we zeggen van die mensen, die hebben de vrijheid om. Maar in feite verwaarlozen we ze natuurlijk, hè? Ah nee, verwaarlozen. Ze worden geslachtofferd. Ze zijn afgeschreven. Het is oud vuil. Ik bedoel, ik heb zelfs, omdat ik zoveel mensen help. Ik geef je een voorbeeld. Als je een uitkering aanvraagt, staat in de wet, als je niet binnen 4 weken een beslissing genomen is op jouw aanvraag, dan heb je recht op een voorschot. Maar wanneer krijg je dat voorschot? Weet jij het? Ik weet het, want ik help ze daarmee. Dan moet je het wel zelf aanvragen. Kun je het volgen? Anders krijg je het niet. Nou, dat staat in de wet. En dan hebben ze ook al over zijn zulke menselijke Den Haag bedacht. Okay, maar daar zit er eentje dus met een wietplant op zijn hoofd. Met een little bier. Met 1 tand. Die moet dus weten, want je wordt geacht de wet dan weer te kennen opeens. Dat hij na een maand, als hij nog geen uitkering gaat, helemaal versuft, Voice of Holland. Dan moet hij dus zelf op het internet gaan zitten en zeggen, hé, ik roep dit artikel in. Nou, never, nooit natuurlijk. Maar wie moet die mensen helpen dan? Dat doe ik bijvoorbeeld. Ja, maar alleen Steve is een beetje. Nee, maar zijn godzijdank. Ik ken ook mensen, die heb ik leren kennen omdat ik zelf. En soms heb ik gewoon geen tijd voor. En ik moet eerlijk zeggen, ook niet altijd meer zin, want ik ben er ook gaaf van. Daar ben ik ook eerlijk in. Want het is altijd wel veel werk. Heb ik mensen ontmoet, ik ben even de naam kwijt. Bijvoorbeeld, je hebt een advocatenbureau, de Binnenstad, weet je, in Amsterdam, die doet veel voor hun. Je hebt een aantal maatschappelijk werkers, heb ik ontmoet, bij het Leger des Heils, van de oude stempel noem ik het. Dus geen beroepsmaatschappelijk werkers, maar echt mensen met het hart hier.
Snap je? Die echt, die... Geen exponenten van de verzorgings. Nee, echt die echt voor hun vak staan. Ja. Snap je? Dus dan verwijs ik ze door. En zo heb ik nog een aantal mensen die ik ken, advocaten. Die echt wel echt hun benen uit hun lijf rennen. Snap je? Dus ook niet echt niet voor het geld. Dus godzijdank zijn er ook nog heel veel mensen die zich wel inzetten voor de onderste klasse. Het is een minderheid. Ja, je hebt de carrière maatschappelijk werkers gekregen. De jump maatschappelijk werkers. Je zit zelf in het veld. Ik kom nog uit de tijd, godzijdank, toen wij in het knooppunt zaten, dus voorop van de Happy, hervormde Stichting Jeugdhonken. En dus wij waren gewend mensen die je echt, echt wilden helpen. Maar allemaal, weet je, waren ex-nonnen van hervormde, die kwamen uit Afrika terug. Mevrouw, ik weet niet of ik de naam vergeten, maar dat waren mensen die straalden dat uit, weet je. Maar wat is er veranderd in de maatschappelijke structuren? En dan moeten we langzaam nou, dat is, gaan dat is natuurlijk, maar... het liberalisme is in mevrouw Thatcher... De Iron Lady, monster, ook in mijn boekhouding dus via het natuurrecht, zware crimineel, het levenslang moeten krijgen. Cowboy Reagan in het kielzog, ook weer een neoliberaal, fascist. Ook volgens waarom noem je hem fascist? Ik vind het fascistisch. Als jij hele groepen mensen in de armoede stort, dat vind ik een fascistisch om een heel klein groepje die al stinkend rijk zijn nog rijker te maken... Zonder dat ze een dag werken trouwens, is de hele dag in de stoel. Snap je? Je wordt nooit rijk met werken. Dat heb ik ook geleerd. Hard werken word je niet rijk van. Als je hard aan het werk bent, dan doe ik ook hard gewerkt. Gewoon echt met zweet op nee, je rug? Nee, sowieso. Ja. Nee, überhaupt. Hard werken word je niet miljonair. Want als je hard aan het werk bent, dan ben je voor iemand anders aan het werk. De echte rijke mensen, die heb ik gezien. De biljonairs, ik ken ze. Ik ken er heel veel. Vooral alleen maar in de derde wereld. Die zitten de hele dag op een stoel om Bacardi te drinken. Oké, in orde, transport, haak. Nou, kijk. De harde werkers, dat gaat nergens naartoe. Dat is ook een vars. Daar was je hiermee wijs. Maar als je maar hard werkt, kom je er. Dat is niet waar. Als je hard moet werken, kom je er nooit. Snap je? Kijk maar om je heen. De mensen die echt biljonair zijn, die zitten de hele dag op een jacht in Monaco. Snap je? Die hebben 20 huizen over de hele wereld. Villa's, 20 callgirls. Maar Steve, we moeten gaan afronden. Dat maak jij uit. Ja, we moeten gaan afronden. Oké. Helaas. We hebben een aantal topics hebben de revue laten passeren. Zijn er dingen blijven liggen waarvan je zegt... die wil ik toch hier nog bespreken? Niet van mijn kant, nee. Heb je gezegd wat je wilde zeggen? Waarschijnlijk heb ik veel te veel geluld. Ik heb te veel slap geluld. Ik heb je wel redelijk kort gehouden, toch? Vond je het vervelend? Helemaal. Ik vond juist dat je me te veel als... Dat toch weer te veel te slap zat te kletsen, dacht ik zelf, van mezelf. Ja, we moeten maar kijken wat de kijkers ervan vinden, toch? Klopt. Ja. Ja. En kijkers ook kijken naar de Stem van de Straten, Salto TV. Salto TV, daar doen jullie mooie dingen. Amsterdam Noir is een site die de moeite waard is om eens te bestuderen. Klopt, als je een stevig hart hebt. Is jouw hart niet verbrand inmiddels? Nee, we hebben nog tot slot misschien een leuke uitsmijter. Dat is nog een gezegde uit de pijp. Ik heb altijd nog iets van nostalgie met mijn oude buurt. Daar ben ik nog steeds gek op. Ze zeiden ook altijd, die heeft een stenen hart. En wat heb jij? Nou, geen stenen hart. Nee, hè? Nee, maar ik vond ik ook altijd wel een leuke gezicht onder elkaar. Ook die bijnaam, hè? Miep de Slang. Kun je je voorstellen, de vrouw die had een café, dus zo gemeen, vond iedereen. Maar niks, haar bijnaam was Miep de Slang. Wat was jouw bijnaam? Ik had het nooit geen bijnaam. Nee? Nee, nooit gehad. Weet je wat ook grappig was? Bijvoorbeeld de bouwmeester... Dus iemand heette de bouwmeester. En die was zogenaamd aannemer, natuurlijk ook oplichter, allemaal scharrelaartjes oplichter. Die was zo'n goede bouwmeester dat hij drie vingers kwijtgeraakt was. Dus die noemden ze dan de bouwmeester. Snap je een beetje de ironie erin? Ja, ik bijna. Nog niet helemaal. Nou, leg ons uit. Nou, hij was zo slecht in zijn vak dat hij drie vingers... Nee. En dan noemden ze hem in de pijp de bouwmeester. Snap je? Maar zij, zo'n vrouw, kastelenesse, je kent het woord nog kastelenesse. Ja. Die werd dus Miep de Slang genoemd, maar ook gewoon in de gezin Miep. Hey, slang, geef eens twee bier. Weet je dat? En weet je wat ze ook deden, tot slot? Ik ben nog kijk terug naar die buurt. Het is allemaal weg vergaande glorie. Ze spraken ook met elkaar half Frans, wist je dat? Dat heb ik ook vandaag. Dus vul de kelken, garçon. Oh, ja, ik ben, ja, ja, ja. Een beetje Franse termen zaten erin. In van de hugenoten nog of zo? Nee, dat is natuurlijk van die tijd van Napoleon overblijven hangen. Ja, ja, ja. Er zijn dus van die hogere klasse die natuurlijk in Nederland Frans praten toen in de tijd. Ja. Om zich erin te likken bij de broer van Napoleon. Is het 100 jaar later het Frans naar beneden? Dus nu zijn we wel aan het ouwe hoeren, dus sorry. Ik ga afronden. Oké. Okay. Steve, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Wilde hebben. Ik hoop nog een keer terug te hebben aan tafel. En jij bent ook uitgenodigd voor een keer in de Stem van de Straat. Dan kunnen onze kijkers
misschien een consultje van je krijgen? Klaar? Ja, het is klaar. Oké. Nou.